Frietbakkers Frenkie en Koen zijn in Oekraïne gewond geraakt. Ze zaten in een restaurant te eten toen er een raket insloeg. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Nee, ik heb helemaal... Weet je dat? Helemaal. Geef je iemand anders. Had je dat babytje gezien? Nee. Ik doe die kant weer op. Wij gaan niet die kant op. Frenkie en Koen zijn sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne regelmatig aan het front te vinden. Daar bakken ze onder meer friet voor militairen en slachtoffers. Wij zijn weg kunnen komen, maar er zijn zeker mensen dood. Het kan niet anders. Wij zaten binnen. Koen, er kan er nog één komen, hè? Er kan er nog één komen.